de sfeer was natuurlijk enorm gespannen. Je hoorde dus die granaten hoor je inslaan. Oh jezus, is dit op Nederlands grondgebied gebeurd? Het was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Slag om de Schelde. Ruim 5000 mensen kwamen om het leven, waaronder 1400 burgers. Toch is de slag bij veel Nederlanders onbekend. Door een film krijgt de strijd in Zeeland nu extra aandacht. Militair historicus Tobias van Gent werkte mee aan de film en schreef onlangs een boek over de gebeurtenissen in het najaar van 1944. Om het belang van de slag te begrijpen moeten we terug naar die day. Op 6 juni landden de geallieerden in Normandië. Er wordt enorm zwaar gevochten in Normandië, maar na 2 maanden klapt de Duitse verdediging in elkaar. En dan maken de geallieerden een razendsnelle opmars in België. Maar dan stokt de opmars. Waarom? Bevoorradingsproblemen. Alle munitie, brandstof, voedsel moest allemaal vanuit Normandië komen. En het probleem leek opgelost toen op 4 september Antwerpen in geallieerde handen viel. En Antwerpen viel zo snel dat de Duitsers niet eens tijd hadden gezien om de haveninstallatie te vernietigen. Maar voordat je natuurlijk naar Antwerpen kunt komen, moet je ook de Westerschelde-monding vrijmaken. En dat betekent dus ook dat je de Atlantikwal, fortificaties op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen moet veroveren. En het vrijmaken van de Westerschelde, de slag om de Duitsers uit de Scheldemonding te verdrijven, dat is de Slag om de Schelde. In oktober 1944 begint die slag in Nederland. Voornamelijk Canadese troepen rukken op door Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beverland. Het uiteindelijke doel is Walcheren, waar de laatste kustbatterijen staan die een vrije vaartocht door de Schelde onmogelijk maken. Dijken rond het eiland zijn door de geallieerden gebombardeerd, waardoor het gebied onder water staat. Dit zou een voordeel moeten zijn bij de verovering. Walcheren wordt over het land bij de Sloedam aangevallen en vanaf zee bij Westkapelle en Vlissingen. Ko de Bruijne woont op dat moment in Vlissingen en herinnert zich de invasie nog goed. Voordat de geallieerden aan land komen wordt de stad hevig beschoten met granaten. Ko moet schuilen in een kelder. Angst is niet te beschrijven. Ja, er zitten een hele zwik mensen daar, mensen uit de buurt. Ze gaan beginnen. Iedereen heeft een spanning. Nou, je hoort de geknal natuurlijk allemaal. Ja, en je hoorde dus die granaten hoor je inslaan. Terwijl Ko dekking zoekt in de schuilkelder, zijn aan de andere kant van Walcheren geallieerde troepen genaderd tot de Sloedam. Een dam van ruim 1 kilometer lang en slechts 40 meter breed. In 1944 de enige weg waar Walcheren over land bereikt kan worden. Gijs Blom speelt in de film een Duitse militair en hij wordt ingezet bij de Sloedam om daar de oprukkende Canadezen tegen te houden. De acteur kan zich goed voorstellen hoe de situatie toen geweest moet zijn. En hier zitten de Canadezen te wachten en daar zitten de Duitsers te wachten. En ze zijn gewoon puur aan het kijken. En ik kan daar, ja, ik vind dat zo'n sterk moment omdat ik het zo niet snap. Wat ze daar aan het doen zijn. Van de realisatie van hoe maf het wel niet is om die soort van afspraak van een slagveld te hebben. En beseffen dat dat volgens mij het engst is. Daar zitten. Niet eigenlijk ook afvragen van waarom zitten we hier nou eigenlijk? Ja, omdat er straks een alarm afgaat. En dan gaan wij allemaal kogels die kant opvuren, terwijl de kans 80% is dat ik mezelf binnen 5 minuten eentje door mijn voorhoofd krijg. In de film speelt het Nederlandse verzet een belangrijke rol bij de strijd om de Sloedam. Historisch gezien klopt dat ook, vertelt Tobias van Gent. Hij hielp de scriptschrijvers de film zo realistisch mogelijk te maken. Ook op andere plekken in Zeeland was het verzet actief. In Middelburg hangt een plaquette met namen van omgekomen strijders. Het verhaal uit de film is gebaseerd op dat van 2 jonge Zeeuwen. En het klopt inderdaad dat er 2 Nederlandse jongens waren, 2 Middelburgse jongens. Die kort na de val van Antwerpen hadden we Dolle Dinsdag. Dat iedereen dacht de oorlog is afgelopen. En zij zijn in de Duitse bunker toen wat spullen gaan meenemen. Maar goed, de oorlog bleek helemaal nog niet te zijn afgelopen. En ze zijn toen opgepakt. Een van de 2 is ook toen gewond geraakt, toen het om hem geschoten is. En hij belandde in het ziekenhuis. En zijn vriendje Johan van der Wijs, ja, die is eindelijk voor een snelgerecht gekomen en uiteindelijk geëxecuteerd in de duinen van Valkenissen, dus vlakbij Dishoek. Daar, midden in de duinen uit de buurt van de wandelpaden, staat een groot kruis met daarop de namen van de mannen die op 11 september 1944 zijn gefusilleerd. Zo'nzelfde soort executie vindt plaats in de film en Gijs Blom moet die uitvoeren. Ik denk dat ik dat de meest memorabele dag vind vanwege ja, wat het intern met je doet. De acteur staat tegenover zijn klasgenoot van de toneelschool en probeert zich volledig in te leven in hoe een jonge Duitse soldaat zich gevoeld moet hebben. De enige momenten waarop ik hem aankeek was op het moment dat het bevel werd gegeven om mijn wapen op zijn voorhoofd te richten. En zij hadden ook behoorlijk goed geoefend met dat neervallen. Of tenminste, dat hadden ze heel goed onder de knie. Dus elke keer als ik hem zag, dan haalde ik die trekker over en wij schoten met losse vlodders. Dus er was minimale terugslag, maar wel gewoon een harde knal en ik zag een vuurflits. En daarna zie ik hem zo voorover buigen en zo slap van die paal weghangen. En ja, dat was gewoon heel eng. Dat was... Het komt heel dichtbij. Na meerdere pogingen lukt het de Canadezen de Sloedam te veroveren. Tegenwoordig is het gebied ingepolderd en loopt naast de spoorlijn de snelweg A58. Op de plek van het gevecht staat een monument waar elk jaar een herdenking plaatsvindt. De geallieerden zijn nu op Walcheren en ondertussen is de invasie ook bij Westkapelle en Vlissingen ingezet. Zo wordt het eiland van 3 kanten tegelijk aangevallen. Bij Vlissingen gebeurt dat op Uncle Beach, een codenaam voor het strand naast de Oranjemolen. Het waait, het regent, maar dit waren exact de weersomstandigheden die men ook in de Slag om de Schelde had. Het was nat, het was modderig. Het is een frontale aanval geweest vanuit zee op de Atlantikwal. Dit was eigenlijk een tweede D-Day. Nergens anders, behalve in Normandië en in Walcheren, is een frontale aanval op de Atlantikwal geweest. De geallieerde troepen, dat waren commando's en ook later Schotse troepen, zijn vanuit Breskens overgestoken heel vroeg in de ochtend. En onder de dekking van de nacht. En het was natuurlijk ook november, dus het was ook erg donker. Dus voordat de Duitsers iets in de gaten hadden, hadden de commando's al een stevig bruggenhoofd veroverd. En ze hebben 2 dagen zwaar moeten vechten om Vlissingen. Vanuit hier, vanuit het bruggenhoofd, om de boulevard en ook het hele complex van de Schelde, van de beroemde scheepswerf, in handen te krijgen. In Vlissingen bevinden zich dan nog zo'n 3000 burgers. De plek waar Ko de Bruijne in zijn schuilkelder zit, is vrij snel veroverd. De dan nog 7-jarige jongen kan de kelder verlaten en wordt onder begeleiding van militairen richting Uncle Beach gebracht, een paar 100 meter verderop. De situatie op straat staat nog in zijn geheugen gegrift. Nou ja, het is net oorlog geweest. Leg daar wat, 30 pijn, daar lag een mof. Ja, en dan moet je er doorheen, hè? Ja, dan liepen wel soldaten bij ons en dan word je in de rij gezet. En dan loop je als kind. En de weg zegt, die oude zegt dan tegen, voor je kijken, Ko. Ja, opa. Ja. Zeg, dan draai je weer je hoofd op natuurlijk. Dat is voorkomen logisch natuurlijk. Ja. Dus hier iemand zeggen, met een gat in zijn hoofd. En later hebben ze hier in de haalwijk ook wel eens doden gevonden die aankwamen spoelen. Ko wordt met andere Vlissingers ondergebracht in een gebouw in de buurt van Uncle Beach. Waar die post is van die radenpost, ietsje hierheen. En we zaten in die hal. En op een zeker moment hoorde ik tik. En ik was 7 jaar toen die tijd en ik loop lekker naar buiten. En ik hoorde nog steeds tik en ik ga tikken om en ik steek mijn kop over de muur heen. Zie ik 3 meter voor me. Dan liggen er 2 militairen. Die hebben een breng met zijn standaard. En die lag met fosformunitie, laten dus die houten dingen. Er zaten die snijpers in. En daar hebben ze al die kraantjes in brand geschoten. En op een zeker moment heb ik er iemand uit zien vallen. Ja, ik heb het niet helemaal gezien, maar één keer heb ik het wel gezien natuurlijk. Toen werd ik door mijn vader bij mijn nek gepakt dat ik weer naar binnen moest. Na de landingen in Vlissingen en Westkapelle vechten de geallieerden zich een weg naar Dishoek. Deze plaats ligt precies tussen de landingsstranden in. Hier staat het laatste bunkercomplex dat veroverd moet worden. Er bevinden zich onder andere 4 geschutsbunkers met kanonnen die gericht staan op de Schelde. Maar ook een hospitaalbunker waar gewonde militairen behandeld kunnen worden. Het complex is goed bewaard gebleven en tegenwoordig een museum. Dit is een ander bunker van het hele complex van de kustbatterij. Je ziet weer ontzettend dikke muren. Dit was namelijk een munitiebunker. Dus de 4 stukken geschut die hier op de duinen stonden, dat waren 15 centimeter kanonnen. En hier lagen de granaten opgeslagen. Uiteraard moesten die granaten goed veilig worden weggestopt. Ook veilig voor beschietingen. En hier kun je zien wat voor een enorme granaten dat waren die kustbatterij afvuurde. En je snapt natuurlijk wel dat de schepen die dan over de Westerschelde langskwamen varen, enorm kwetsbaar waren voor dit soort type granaten. Nou, je ziet nog steeds wat Duitse tekens op de muren. Spermunition en uiteraard roken verboden. Want dat is natuurlijk niet handig als je munitie hebt opgeslagen. Dit is alleen Dishoek en er lagen dus zeker nog meer dan 5, 6 van dit soort kustbatterijen, van dit soort forten. Op 8 november 1944 is heel Walcheren bevrijd. Nadat mijnenvegers de Schelde hebben schoongeveegd, kan op 28 november het eerste Amerikaanse vrachtschip aanleggen in Antwerpen. Ko de Bruijne is bevrijd van de Duitsers, maar voor hem moet het grootste drama nog komen. Op een grasveld in Vlissingen ziet hij een flesje liggen. Laat ik hier op het grasveld staan, hè? Was gras, hè? Het hek was daar, was ik overheen geklommen. Lag daar een flesje. Ja, ik was linkshandig. Dus ik loop erheen en ik pak dat flesje op. En explosie. Toen heb ik mij omgedraaid. Ik ben nog over het hekje heen gekomen. Brandend. Mijn moeder kwam de winkel uit, die hoorde een knal. Die viel flauw. Die fietsenmaker die daar woonde, die heeft me toen dat kleed over me heen gegooid. En we zijn dus naar het militaire gezag gegaan. En daar hebben ze me in een grote lege vrachtwagen direct naar het ziekenhuis gebracht. Het blijkt een fosforbom te zijn en Ko loopt zware brandwonden op. Onder meer zijn gezicht is er ernstig aan toe en de schade aan zijn lichaam is nog steeds goed te zien. Wonder boven wonder overleeft hij het incident en kan hij de rest van zijn leven nog gewoon aan het werk. Als oorlogsslachtoffer krijgt Ko wel steun van de overheid. De Slag om de Schelde is bij het grote publiek onbekend. Dat staat nota bene op het affiche van de film zelf. Ook acteur Gijs Blom wist niet precies wat er gebeurd was in Zeeland. Nee, ik had er helemaal niet eens van gehoord, wat ik nu heel gek vind om nog te bedenken. Maar ik wist er niks van. En ik heb het ook aan mijn pa gevraagd, die is geschiedenisdocent. En hij wist er ook wel van. En hij kon het me wel vertellen, maar het had niet de... Ik weet niet, het had in mijn hoofd op dat moment niet de bravoure van een D-Day of de Slag om Arnhem of het Ardennenoffensief, dat soort... Het had niet diezelfde waarde in mijn hoofd nog. Dus dat was gelijk ook interessant na het lezen van het script om überhaupt van, oh jezus, is dit op Nederlands grondgebied gebeurd? Om zelf dat onderzoek aan te gaan. En nu, 2 jaar later, kan ik me niet meer voorstellen dat ik daar niet meer van weet. De Slag om de Schelde wordt ook wel de vergeten slag genoemd, omdat die blijkbaar niet in ons collectieve geheugen zit. En iedereen kent natuurlijk D-Day, iedereen kent de Slag om Arnhem, iedereen kent de Slag om de Ardennen. En deze slag hoort in datzelfde rijtje thuis. En misschien is wel een reden dat die slag zo vergeten is omdat er relatief weinig Amerikanen bij betrokken waren. En dat het nooit in de belangstelling van Hollywood heeft gestaan. Want we kennen natuurlijk allemaal de Slag om Arnhem dankzij A Bridge Too Far. En we hopen natuurlijk dat dankzij deze film de slag eindelijk de aandacht gaat krijgen die het verdient. Want het is een cruciale slag geweest voor de overwinning op Nazi-Duitsland. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw, abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van De Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief, daar. En dat komt helemaal goed. Hoi!